Hallo, we zijn aangekomen bij Iris de Passé. Dat zeg ik goed, hè? Ja, oké, goed, gelukkig. We zijn aangekomen bij een hele mooie expositie en dat gaat, het is abstracte fotokunst. Kan je daar wat over uitleggen? Ja, ik ben met mijn camera buiten in de werkelijkheid op zoek naar abstractie. En eigenlijk word ik vooral blij als ik iets zie wat lijkt op een abstract schilderij. Hoe ik dat doe is dat ik meestal heel dichtbij een onderwerp zit. Je kunt een foto maken van een totale boom of een totale plant. Maar als je heel dichtbij komt, dan ziet soms de bast van een boom er bijvoorbeeld uit als een enorm woest landschap met bergkammen, et cetera. Nou, dat vind ik eigenlijk heel leuk om te spelen met macro en micro. Dat wat klein is in het echt, eigenlijk er heel groot uitziet op de foto. Ik heb hier bijvoorbeeld ook een aantal foto's liggen van Blauwoog in de grachten van Alkmaar. Maar ik kreeg al een vraag, is dit in Indonesië? Zijn dat de rijstvelden van Indonesië? Ja. Nou, dat vind ik heel leuk. Als je mensen een beetje eigenlijk op het verkeerde been zet met waar ze naar kijken. Dat het tot de fantasie spreekt. Ja. Mooi dat dat zo dichtbij is. Ja. Heb jij nog een vraag? Ik zie daar een heel mooi werk van jou. Ik vind hem heel mooi, heel bijzonder. Wat is het? Waar heb je een foto van gemaakt? Daar ben ik heel benieuwd naar. Dit is een foto van een bedrijf in Castricum. Zij maken, ze heten de Groentebroers, wat ik alleen al een geweldige naam vind. Zij verwerken groentes tot bijvoorbeeld bamupakketten of maaltijdsalades, et cetera. Dus alle groentes komt in kartonnen dozen aan het begin van de dag. En aan het eind van de dag wordt het in een grote pers, worden alle kartonnen dozen samengeperst. En dat is eigenlijk wat je hier ziet, een samengeperste compilatie van kartonnen dozen. Ja, nou zie ik het, wat ontzettend creatief en wat een mooi resultaat. Ik heb ook nog wel een vraag, want wat mij dan intrigeert, hoe ga je bedenken, ik ga iets met abstracte fotografie doen? Ben je daar toevallig ingerold of heb je daar, ik kan me voorstellen dat je daar ook opleiding voor hebt. Hoe ik erop gekomen ben om abstracte foto's te maken. Het is eigenlijk gekomen op een vakantie in Marokko. Daar was ik in een vissersdorp en daar lagen allemaal boten op de kant. En daar heb ik deze foto's gemaakt. Je ziet daar de spanten van de boot doorheen. En als je zo dichtbij bent, is het eigenlijk ook weer een abstract schilderij. Dus ik ben daar vooral de huid van die boten gaan fotograferen. En toen ik thuis kwam zoiets van, jeetje, ik schilderde abstract. En ik had het idee, ik wil eigenlijk mijn foto's, zo zou ik willen schilderen. Heb ik eerst ook geprobeerd, maar iemand die abstract schildert kan eigenlijk niet zo goed naschilderen. Althans, ik niet. Dus het werd geen feest. Het werd geen feest voor mezelf om het te doen, want het lukte niet zoals ik het wilde. En het werd ook geen, de resultaat van het schilderij was niet beter dan van de foto. Sterker nog, de foto was veel mooier dan het schilderij. Tot iemand tegen mij zei, zie het als twee dingen. Je schildert en je fotografeert. En waarom kan een foto op zich niet al het kunstwerk zijn? Mm-hmm. Nou, daar moest ik even aan wennen aan dat idee. Maar inmiddels ben ik daar al aardig aan gewend. Ja. Dus nu is eigenlijk fotografie de basis van al mijn werk. En heel af en toe schilder ik daar nog weer op door. Maar fotografie is eigenlijk sterker geworden. Maar ben je dan het hele proces, heb je dat zelf ontdekt om dat te gaan doen? Of heb je dan ook bijvoorbeeld een cursus of een training daarin gehad? Ik heb afgelopen jaar een opleiding gedaan bij de fotovakschool. En gemerkt dat ze echt niet snappen wat abstracte fotografie is. Of in ieder geval dat wat ik maak niet past binnen de opleiding. Dus ik ben gestopt met die opleiding. Het was eigenlijk een 3-jarige deeltijdopleiding. En ik ben nu mijn eigen opleiding aan het ontwikkelen. Dus ik denk, ja, het is er niet. Is er in Nederland geen cursus over abstracte fotografie? Ik wil niet zeggen dat ik het ontdekt heb. Ik heb ontdekt dat er een Facebookgroep is internationaal met ongeveer 33.000 liefhebbers van abstracte fotografie. En ineens heb ik lotgenoten, mensen die mij snappen. Ja. Krijg ik likes vanuit Japan en Korea en India, IJsland. Helemaal leuk. Ja. En vooral dat gevoel van, oh, er zijn meerdere mensen die het snappen. En ik merk dat hier met kunsttiendaagse, klanten snappen het prima. Maar fotografen, de meeste fotografen niet.